pakketje, jongens. 10 kills. Jongen mensen, super dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal. Gamersroom in deze video. Zoals je ziet, spelen we met een nieuwe detective skin. Natuurlijk de vrouwelijke versie die vandaag is uitgekomen. En we gaan gewoon lekker naar Tilde Towers toe natuurlijk. We gaan gewoon kijken of we dit solo potje natuurlijk tot een heel goed eind kunnen brengen. En ik heb al heel wat winst gehad deze dag. En het is legit pas 1 uur geweest nu. En dat is echt sick. De hele ochtend heb ik al heel gewoon chill gespeeld. Dus we gaan kijken natuurlijk of we dit potje kunnen winnen. Ik zie hier al een burst. En hier een enemy. En die is nu dood. Hij wil nou een shotty pakken. Oeh, lekker. Give me that. Dat is een goede kill. Oké, er zitten heel wat andere mensen hier nog. Zoals die guy. Er zit er nog één hier. Het is een drukke boel hier. Even wat hout hakken ondertussen. Hij zit onder mij. Zit hij daar nou? Of eentje nog? Ja, hij zit hieronder nu. Komt u. Oh god. Het is hier een drukke boel, jongens. Hij is ook dood. Geef mij die shield potion maar. En die bounce pads. Oh god, er zit er nog één boven mij. Oké. Okay. Concentreren, jongens. Moet via daar of via een andere kant. Met kitje mee, wat ammo. Oké, okay, nice. Kom op. Oké. Okay. Oh, hier wordt flink gevochten. Nade gooien. Nog een nade. Oh my god, jongens. OMG. Ja? Wat de hel hebben wij gedaan net? Oké, okay, er zitten nog veel meer mensen. We gaan gewoon door. Ik ga gewoon vol concentreren op de game. Dus laten we gewoon kijken of we een fucking high kill game kunnen halen. Oké, okay, we hebben in ieder geval even alles reloaden. Zo, oké, okay, let's go. Hier is nog wat gaande qua enemies. Oké. Okay. Is ook neer. Daar zit er nog één. Het is heel druk hier. Ook dood. Een grijze AR, hè? En al die kogels gingen raak. Oh my god. Geef me even snel wat shields. Ik kan eigenlijk niet zoveel treuzelen nu. Die hier. Geef me die maar weer mee. Hoppakee. Oké, okay, we hebben 7 kills, jongens. In echt een minuut of zo. Tering, wat een snel begin. Oh, holy shit. Oké, okay, ik ga even al deze pallets hakken. Want ik heb niet zo heel veel hout. En dan hebben we dat in ieder geval wel. Zodat stel dat er weer iemand komt en die wilt echt een bouwfight aangaan. Dan kunnen we dat ook aangaan. Maar holy shit, dit begin. Dit ging lekker, ouwe. Oh, dat besef één keer hoeveel een tactical gewoon in het begin schadelijk kan zijn voor andere mensen. Shotties, jongens, geef mij dat altijd in het begin. I love that. Oké, okay, wat shotty ammo, dat is wel chill. Nou, we hebben 400 hout. Dat is wel lekker. Dat is echt chill aan die plek om daar je hout te farmen. Aangezien daar gewoon heel veel... Oh my god. Deze guy heeft een legendary RPG. Ik neem hem mee voor de hunting rifle. Ik weet niet. Tech pump vind ik echt chill. Ik kan niet één van die twee droppen nu. Dat vind ik te zonde. Eigenlijk een hunting rifle is ook wel lekker. Ik weet niet. Oké, ik hoor hier. Oké, okay, daar zit iemand. Die is one shot. Morgen. Doei. Holy shit, ouwe. Oh, B3R. Let's go. Kijk, ik hoor nog meer schoot, jongens. Het is daar gaande. Oké, let's go. Oh, die was gehit. Wij zijn ook gehit. Hem, jongens. Oh my god. Oké, okay, 9 fuck. Holy shit, ouwe. Dit is echt het snelste 9 kills ooit voor mij geweest. Oké, okay, ik ga gewoon hier die medkit in nemen. Woe, holy shit, ouwe. Dit is insane, gast. Oké. Okay. Ik hoor nog meer schoten. Het houdt niet op. Oké, okay, wacht. Oké, okay, die is dood. Reload even dit ding. Ik heb geen shields meer. Dat is echt broke nu. Dat is wel kut. Dat was ergens bij dit gebouw. Geen idee waar. Hierachter of daarnaast? Oh nee, daarnaast had ik zelf iemand gekillt. Where are you, bro? Hij zit daar. Ik zie hem. Hij zit in dit gebouw. Oké, okay, hij zit daar.
Hoppakeetje, jongens. 10 kills. Oké. Wat ik dus net wou zeggen is, geef ik trouwens die paarse burst. Scar, let's go. Mijn record in solo staat op 20 kills. En aangezien we nu echt zoveel kills al hebben in het begin, kunnen we misschien voor dat recordje gaan, jongens. Gaan wij mijn 20 kill solo game halen? Dat zou echt insane zijn, gasten. Ik moet wel iets van shields zien te fixen, man. Oh my god, what the fuck. Dit ging heel erg snel. Dit is echt... Dit is niet normaal, ouwe. Dit is echt niet normaal. Holy shit. Wat een begin, ouwe. Oké, even denken. Wat is nu handig te doen? Ik heb 5 van die bounce pads. Dat is heel erg gunstig. Dan kunnen we even snel mensen pushen natuurlijk. Maar ik heb niet echt een launch pad. En dat lijkt me nu heel erg chill om te hebben. Om gewoon nu even enemies buiten Tilde Towers nu te gaan opzoeken. Ik ga heel even deze medkit nog meenemen. Hoppakeetje. Ja, ik zit wel met het probleem dat we geen shields hebben, man. Dat is echt een ding nu. Dat vind ik wel even kut. Hier wat ammo, wat steen, dank u wel. Ja, ik weet niet waar we heen moeten gaan. Waar zit Cesar? Ik denk dat we een beetje naar Loot Lake moeten gaan. Ja, Hunty Rifle. Ja, fuck, ouwe. Ik zit een beetje te twijfelen waar ik heen moet gaan nu. Want dit was heel Tilde Towers, legit, echt. Holy shit, ouwe. Niet normaal veel. 10 kills in alleen Tilde Towers, gek. Oké. Ik denk dat ik maar naar Loot Lake ga. Ik heb niet echt een plan nu. Ik moet gewoon geluk hebben met dat we er veel enemies tegenkomen. Ik neem even deze kist nog even mee. Oké. En ik zeg, we boeken hem. En kijken of we wat mensen tegenkomen. En ik hoop het van wel, man. Ik hoop nu echt op veel enemies. Niet tegelijk, gewoon omste beurten steeds. Dat is het chillst. Het zal nog helemaal leuk zijn als er nog iemand hier in Tilted zit. Maar dat denk ik niet. Oké, let's go. We gaan er vandoor, jongens. Oké, richting Loot Lake kunnen we wel gaan. Trouwens, deze skin, dit is echt legit mijn lievelingsskin geworden. Ik weet niet, het speelt zo chill, deze skin. Het is echt fucking dope. Zoals je net zag, dit is niet normaal. Dit heb ik echt nog nooit gehit. Zoveel kills in Tilted in zo'n korte tijd. Het is echt niet gezond. Oké, ik zit nog steeds een beetje in Tilted vast. Want ja, dit is wel de city waar je veel kills kan halen. Maar 20 kills staat op mijn record. Precies 20 kills. Dus we moeten eigenlijk er nog 11 halen. 11 kills halen. En dat is nog wel iets meer dan we net hebben gehaald natuurlijk. Het is alleen ruk dat de eerste season nog niet eens is geweest. En er zijn nog wel 20 man. Ik zie daar iemand. We moeten eigenlijk op iedereen een beetje gaan schieten die we zien. Ik weet niet of die guy een sniper heeft. Dus ik durf niet echt stil te zitten. Oké, ik ga hem pushen, die guy. Ik heb geen idee wat hij doet, maar hij moet even naar mij komen, man. Hij mag niet door iemand anders gekild worden of weglopen. Hij zit er nog steeds. Wat doet hij eigenlijk? Nee, loop niet weg, vriend. Loop niet... Loopt hij naar mij toe? Ik weet het niet. Ik kan het niet zien. Oké, we moeten ook natuurlijk een beetje om ons heen kijken. Niet dat we opeens gepusht worden als we op die guy zitten te schieten. Oké, waar gaat hij heen? Ik weet niet of hij wegpusht nu. Dat kan ik niet echt zien. Even zien, komt hier nog iemand? Nope, oké. Ik moet echt voor die guy gaan daar. Dat is de enige die ik op dit moment hier zie lopen. Oké, we gaan gewoon voor die high kill game. Sowieso, we hebben al 10 kills gehaald. Nou, dat is altijd mijn doel voor in een solo game. Nou, dat hebben we legit nu al. Dus dat is insane, gast. Dit is echt sick. Hij zit daar nog steeds. Wat doet hij? Dood? Lekker. Zat hij op iemand te... Hij zat een beetje te schuilen of zo. Ziet hij iemand hier ergens anders lopen? Dat zou wel heel chill zijn. Nou, het was gewoon een easy kill, deze man. Ik weet niet echt wat hij van plan was. Zag hij iemand hier lopen? Nee, ik zie helemaal niemand op zich. Oké, wat heeft hij? Pistol mini shields. Heel erg chill. Dat wil ik wel even hebben. Bouwen we even onszelf hier even in. Hoppakee. Oh. 2 mini shields. Nice. Oké, dan zitten we ook weer met de shields. Dat vind ik, hou van shields. Dit HP heb ik liever dan 30 HP in 100 shield. Of weet ik veel hoeveel HP je moet hebben om weer op ditzelfde shit à la... Ik poep een beetje, hè. Want ik... zit echt met adrenaline, jongen. Ik wil gewoon deze... Ja, het kan. Het kan. Oké, 16 man hiermee. Nou, 15 moet je zelf natuurlijk niet meetellen. Het is alleen een beetje poep dat ik gewoon niet echt mensen zie nu. De safe zone is nog iets te groot. Het is wel wat kleiner geworden nu. Dus dat is wel chill. Even zien. Waar zitten mensen, gasten? Hier zitten meestal ook wel wat, toch? Ik kom hier altijd wel iemand tegen bij dit huisje. Want die zijn dan via Dusty gegaan. Dus ik hoop... Dat hier nog iemand zit. Het is echt raar gewoon om... Ja, ik ben altijd zo'n guy die gewoon alleen maar kills wilt maken. Zeker als hij zo hard gaat. Dan wil ik echt gewoon blijven gaan. Maar ik zie helemaal niemand meer hier. En kijk, ik zie de hele tijd die kill feed dalen. En dat zit me niet echt lekker. Want dit is echt legit weer een chill potje om de 20 kills te pompen houden. 21 eigenlijk om mijn record te verbreken. Ik denk dat ik weer terug moet gaan naar Tilde Gast. Ik denk dat Tilde Towers nu...
dat daar mensen naartoe zijn gegaan. Want het zit nog. Het is de enige echte stad die nog in de safe zone zit. Oké, ja, ik zie helemaal niemand meer bij Loot Lake. Het was ook niet heel erg handig misschien om hierheen te gaan. Maar om elke keer in Tilde rond te blijven hangen is ook wel weer een beetje risky. Want je hebt allemaal flessen natuurlijk. Ik ga wel even weer gluren, man. Kijken of er wat in Tilde weer te vinden is qua kills. Ik hoop het wel, want ja, er zijn nog 13 man. Ik moet nog... Oh, shit. Oké, ik word beschoten. Dat vind ik alleen maar gunstig. Van waar, dat wil ik wel even weten. Het was wel even goed om hierheen te gaan. Die kill heeft wel een sniper, jongens. Dus daar moeten we even voor uitkijken. Ik moet hem even zien te... spotten. Waar zat die sniper? Op de berg kan ook. Ik zie hem nergens. Oké, dan gaan we even iets hierheen. Die kerel, ik moet hem zien te spotten. Ik zie hier ook niet echt mensen lopen op dit moment. Waar zit u, meneer? Ik werd gesniped vanaf daar ergens. Aan de overkant. Ik denk dat hij ergens op die berg zit, maar... Kerel, laat je hoofd eens even... Wat is die aan het doen? Kut, ik kan geen RPG schieten nu. Oké, waar zit u, man? Ik moet hem een beetje schieten, zodat hij een beetje gaat bewegen. Hij zit helemaal ingebouwd daar, man. Dit kost tijd. Ik zit nog steeds met die sniper in mijn achterhoofd die daar zat. Hij probeert me te beten met die traps. Zo. Ik heb genoeg AR-ammo. Fuck, we zijn onze shield kwijt. Mijn RPG's bereiken hem niet en dat is een beetje kut nu. Deze player is irritant. Waar zit hij nu dan ook weer? Deze guy is fucked up nu, ouwe. Er bemoeit op dit moment niemand... Auw. Oké, onze bouwmateriaal is bijna op. Ik ga even een medkit pompen. Dit is heel kut, ouwe. Ik zit nog steeds met die sniper. Waar zit die guy? Was dat deze misschien? Dat kan ook. Ik heb al mijn bouwmateriaal hier doorheen gejaagd. Dat is niet zo chill. Ik ben heel erg op mijn omgeving aan het letten. Maar ik moet deze guy gaan pushen. Bro, waar ben je? Ik kan ook in dat hutje zitten. Zal hij daarin zitten? Ik weet het niet. Ik heb genoeg AR-ammo, hè, dus ik pomp van alles vol. Ik weet echt niet waar die guy zit nu. Zit hij hier überhaupt nog? Ik denk dat hij in het hutje zit. Sniper, dat is precies weer die guy waar ik bang voor was. Waar zit jij ook nou weer? Gozes, waarom is iedereen zo pushy aan het spelen? Oh god. Nou zijn we de lul. Oh nee! Wat is dit? No way, gast! No way! Dit meen je niet, gozer. Dit meen je niet. Fortnite! Fix your fucking shit, gast. Waar zat die... Achter een boom. Achter een boom, jongens. Oh my god, gasten. Holy shit. Ja, dit was echt... Dit is echt het meest aparte Fortnite-potje die ik ooit ga uploaden op mijn kanaal. We gingen zo ziek snel in het begin. Maar ik heb dan altijd dat ik echt... wil grinden naar die win. Dat is het probleem, zeg maar, altijd bij mij. En dan pomp ik bouwmateriaal er doorheen. Maar ik was echt... legit...
Ik wist dat ik voor deze guy moest uitkijken. Dat hij me zou gaan killen op een of andere manier. En dan kom ik vast te zitten tussen een plateau en het bergje. Dit is fucked up, ouwe. Oh my god. Ik zag ook steeds die, natuurlijk de hoeveelheid players over. Dat het ook gewoon naar beneden ging. Dus, oh my god. Oh, dit ben je niet. Oh my god. Oh, is die doodgegaan door fucking trap? Oh, deze guy. Oké. Ja. Nou, helaas. Iedereen zit een beetje te campen. Het is zeg maar dat ik niet... In het begin had ik een goede lobby. Weet je, iedereen pusht elkaar. Het staat gewoon rond te lopen. Maar daarna zie je iedereen campt. Deze guy staat in de fabriek te joekelen. Helaas, 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 jongens. Maar oh my god. Wat een game, gasten. Holy shit. Dit was sick. Jongens, ik hoop dat jullie alsnog, ook al hebben we de win natuurlijk niet gehaald, deze video super doof vonden. We hebben natuurlijk een insane begin gehad van dit potje. En dat was echt ziek. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Vergeet dan niet zeker even een duimpje omhoog te doen. Dat zou ik super doof vinden. Vergeet ook niet zeker even te abonneren op mijn kanaal. Dat zou super ziek zijn. Het is natuurlijk gratis. En dan gaan we richting die 60k natuurlijk. Stapje voor stapje. En dat zou super ziek zijn als we het natuurlijk binnenkort gaan halen. En jongens, bedankt voor de support sowieso. Vergeet niet duimpje omhoog. Check ook even mijn Instagram natuurlijk. Linkjes staan allemaal in de beschrijving. Dat zou super doof zijn als jullie daar ook even een kijkje op nemen. Dan zeg ik, jongens, tot bij de volgende video, jongens. Later mensen. Bye bye.